Ik ben Wouter Klerk van BA Systemen en in deze video gaan we kijken hoe je de Twic One instelt. De Twic One en de Twic One AX, dat is de ATX variant, zijn alleenwerkstoestellen. Deze toestellen zijn gemaakt om mensen die uit het zicht werken of alleen ergens op een locatie werken. Wat deze toestellen doen is door middel van sensoren de medewerkers in de gaten houden. Je hebt bijvoorbeeld een bewegingsloosheidssensor, een impact sensor, een rode knop, dat ze zelf alarm kunnen slaan. Je hebt een hoekdetectie en je kan een check-in doen. Ik ga jullie nu laten zien hoe je de Twic via de software instelt. De software kan je of zelf downloaden via de Twic website, of je kan de USB gebruiken die wij meeleveren wanneer je hem bij ons bestelt. Voor het instellen heb je nodig het kabeltje, het voetje aan het kabeltje. Die klik je vast. Zodra je hem gaat instellen, open je als eerste de software. Je sluit dan het toestel aan. Je ziet dat de software ook het toestel herkent. En je dubbelklikt op het toestel of je drukt op de knop Configure. Je ziet hier nu de mogelijkheden. Heb je al instellingen opgeslagen op je computer van een ander toestel of je hebt al eerder een Twic gehad, dan kan je doen Read from File. In dit geval gaan we doen Read from Device. Hij haalt nu de instellingen die op het toestel staan, die je gaat aanpassen, haalt hij op. Denk eraan voordat je de Twic in gaat stellen, dat je de simkaart nog niet in het toestel hebt gedaan. Je moet namelijk de code van de simkaart, de pincode, moet je in gaan vullen in de software. Anders gaat je Twic automatisch de verkeerde pincode invullen. We gaan nu verder met instellen. Om hem te openen klik je op het plusje. Je ziet nu alle kopjes waar je de instellingen kan veranderen. Laten we als eerste maar gelijk gaan naar de pincode van de sim. Die staat bij ons op 000. Check altijd even op je simkaart wat de code is en vul die code hierin. Dan weet je zeker dat hij het doet bij opstarten, anders blokkeer je de simkaart. Wat verder belangrijk is, is dat je kijkt even of het geluid van de Twic goed aanstaat. Je ziet hier het volume van de Twic. 5 is het hardst, 0 is het zachtst. Check altijd als je Twic dus geen geluid maakt of je hier even een verandering in kan doen. Vaak is het dan al gelijk weer opgelost. We gaan nu door naar Twic SOS settings. Ik ga niet alle settings doornemen vandaag, alleen even de basis zodat je het toestel kan gebruiken. Je klikt op Twic SOS settings. Helemaal bovenaan zie je SOS Key Activation Mode. Dit betekent staat de noodknop aan. Als deze op uit staat, betekent dus dat je niet op de rode knop kan drukken om alarm te slaan. Dus let hier even op. Je ziet hierna Post Emergency Mode. Dat betekent dat de Twic blijft piepen nadat dit alarm is afgegaan. Dit doet hij zodat iemand gevonden kan worden. Dus als iemand niet reageert op het belletje, dan kan die nog gevonden worden door achter het piep aan te gaan. De Twic stuurt natuurlijk ook een sms met een locatie. Wat voor de rest hier belangrijk is, is dat je kijkt hoe vaak die zijn hele cyclus afbelt. Dat is, we gaan straks nummers instellen en dan gaat die nummers nu 5 keer langs. En de call timeout. Dit is hoe lang die probeert een nummer te bellen. Als er een voicemail aanstaat op een telefoonnummer, let dan op dat hij nooit langer dan 20 seconden mag uitbellen, anders krijgt hij automatisch de voicemail aan de lijn. We gaan nu naar Twic SOS events. Je ziet hier event 1 tot en met 10 staan. Wat je het beste kan doen, is dat je steeds 1 keer laat bellen en 1 smsje. De sms die geeft een locatie aan, dus je krijgt op je telefoon een smsje met een link. En dan ga je naar Google Maps en daarin zie je waar het toestel zich bevindt. Daarboven vul je een telefoonnummer in. In dit telefoonnummer, dat is wie die als eerste belt. Als je daarna naar de volgende, dus wil je nog een persoon invullen, dubbelklik je op event 3. Je typt een telefoonnummer in. En de naam van wie die is. Je geeft hier aan dat hij moet bellen en je kan hier aangeven hoe vaak hij dit nummer moet gaan proberen te bellen. Als je op oké drukt, zie je dat hij nu is toegevoegd. Je ziet ook dat de lijn rood is om aan te geven dat er een verandering is.
We gaan nu naar de assistant nummers. Je ziet hier 1 tot en met 4 staan en die komen overeen met de cijfers op het toestel. Achter nummer 1, als je dus nummer 1 inhoudt op het toestel, belt hij ook degene die hier als eerste is ingevuld. Waar dit vaak wordt gebruikt is als er bijvoorbeeld wel ergens een gevaarlijke situatie is, maar het is geen noodgeval, worden die nummers hier vaak ingevoerd. Dan kan je het toestel als een soort simpele mobiele telefoon gebruiken. We gaan nu naar Man Down Alarm. Bovenaan zie je staan sensor modus. Die staat op dit moment aan. Voor dit toestel zijn dit de volgende sensoren. De bewegingsloosheidssensor, de impact sensor en de hoekdetectie. Wat belangrijk is om te weten is dat je de impact sensor kan je niet de gevoeligheid van aanpassen. De bewegingsloosheidssensor wel. Die kan sterk afhangen van de werkzaamheden. Een laborant heeft bijvoorbeeld veel minder beweging dan iemand die werkt in een steenfabriek en de hele tijd heen en weer moet lopen. Let daar dan ook op. Je stelt bovenaan de no alarm duration. Dat is voor je hoekdetectie en voor je bewegingsloosheid. Deze tijd betekent naar hoe lang het toestel in vooralarm gaat. Dan stel je hier onderin het vooralarm. Dat betekent hoe lang heeft de drager de tijd om het alarm te annuleren, zodat het toestel niet verder gaat escaleren en niemand gaat bellen. Je ziet daaronder staan de motion sensitivity. Dat is je gevoeligheid. Hoe lager het getal, hoe kleinere bewegingen die pakt. En let op, dit geldt dus alleen voor de bewegingsloosheidssensor. Hieronder zie je staan de tilt angle, dat is je hoekdetectie. Die staat momenteel op 45 graden. Dit is als je het toestel normaal gesproken verticaal draagt. We gaan nu naar de Man Down Plus en de Man Down Plus Plus. Hier zie je dat je nog apart voor de bewegingsloosheidssensor een tijd kan instellen. Dit is dus de tijd dat je stil moet zijn voor het toestel in vooralarm gaat. Dus beweegt iemand bijvoorbeeld 2 minuten niet, dan gaat het toestel dan in vooralarm. Dan heeft de drager dus weer die 30 seconden de tijd om het alarm te annuleren. Je ziet ook dat hier de impact sensor aanstaat en de free fall aanstaat. We hebben nu het toestel ingesteld zoals we willen. Wat je nu doet is op het scherm ga je naar de rechterkant en dan druk je op Write to Device. Je ziet staan Writing Successful. Je klikt OK. Je gaat naar Device Control. En je klikt op Reboot Device. Dan klik je weer op OK. Dit doe je zodat het toestel opnieuw opstart. Zodra het toestel opnieuw is opgestart, kan je hem loskoppelen en is hij klaar voor gebruik. De nieuwe instellingen zijn geïnstalleerd op het toestel dan. Dankjewel voor het kijken. Wil je meer informatie over de alleenwerkerstoestellen of het instellen hiervan? Bekijk dan onze website. Bekijk een van onze video's op ons YouTube-kanaal of neem contact op met een van onze specialisten.